Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Madables Rakusho tegen Madabee Version. We zitten allebei bij een battle waar we liever niet willen zijn. Dat zijn bijna alle battles. Daar heb je een punt. Ik wil bijna voorstellen, als je coach je klaar hebt, zullen we gewoon even afspreken dat je een safe state neer kan zetten? Dat lijkt me een goed idee. Maar kijk, ik heb op zich geen probleem om iedere keer tegen coachie te vechten hoor, maar... Dat is wel leuk. Nee. Het is een beetje zonde van de tijd. Dat is zeer zeker waar. En zo blijven we afleveringen maken. Nou, voor jou is het niet erg. Ja, jongens, welkom bij Madables Part 99. We zijn nog steeds bezig tegen Coachie. Ja. En vooral voor wat er daarna komt. Precies. Anti-air doet gewoon 3 damage elke keer. Ja, maar dat is het ding van anti-air. Het werkt goed in air, maar voor de rest doet het niks. Ja. Daarom denk ik maar voornamelijk focussen op een beetje anti-dingen. Misschien werkt dat, misschien niet, weet ik niet. Nee. Okay, dus niet... Ik heb 1 part kapot van die dude. Heeft hij hem gesacrificed of... Nee. Zelf kapot gemaakt. Ja, oké. Okay. Nou, is het goed. Dat doe je dan zeer goed, meneer Milano. Ik doe Meta Force en ik doe 65 damage op de legs van de secondary. En hij heeft 75, toch? Hè? Hij heeft 75 HP, of niet? Nee, 120 geloof ik. Maar normaal dan... Normaal dan destroy je bijna alles. Ja. En nu is het gewoon... Onzin. Ik heb de armor maar voor de zekerheid even vervangen. Voor Rakusho. Hij heeft nu 2 armor van 65 HP. Oké. Gewoon om langer te kunnen overleven. Nou, deels dat en deels van als ik dan gesacrificed word. Dan denk ik dat de kans dat ik chain reaction word veel minder is. Omdat ze aardig wat HP door moeten. Ah, oké. Okay. Of het een goed idee is, dat weet ik niet. Maar ik heb ook even geen idee wat mogelijk als andere dingen gebruikt kunnen worden. Ja, precies. Want ik zit langzaam zeker ook zo in van, oké, misschien moet ik maar gewoon even lezen wat al die dingen doen. Nee, alweer als ik dood... Dit wordt echt spannend. Shit. Net weer mis. Maar als dit niet werkt, dan ga ik ook denken van oké, weet je wat, dan pas ik ook mijn anti-air maar gewoon aan tegen Koji. Mm-hmm. Want ja, dat zit meer in de weg dan dat echt damage doet. Ja, precies. Op hit 1 van de onderste 2, alsjeblieft. Nee, op met de bot, precies op het hoofd. Ja, jammer Milan, opnieuw. Ja. Oké, hij hit de onderste. Dan heb je daar nog geluk mee. Mm-hmm. Dat kun je zeggen. Want ja, dat blijft op zich nog een van de meest rare dingen van deze game. Oh, ja, sorry, mijn... Dus ik raak je voor de eerste keer. Oh ja, sorry. Ik heb net je hoofd geraakt. Ja. Doei. Ja, precies. Doei. Ja, ik heb... Ik denk dat ik hem first try ga halen. Dat zou heel mooi zijn. Ik ga alsnog safe state als je het niet erg vindt. Nee. Oh mijn god. Hoezo doe ik zo weinig damage? Oké, wacht. Ik heb nog meer damage nu. Geboom!
Mooi. Zo. Wow, je krijgt een spider medal. Mooi. En een aantal parts. Kijk, maar daar heb je ook wat aan. Ja. Alleen, ik kan natuurlijk nu nooit meer die, die timpet krijgen. Die jij nu hebt, denk ik. Ik denk dat ik er niet meer bij kan. Dat weet ik niet. Nou, time's up. Ja, nu van coachje verloren. Nou, coachje ga ik niet van safe state, dus is gewoon even resetten. Maar dan weet ik wat ik gewoon kan doen, moet doen. Gewoon niet even mijn anti-air gebruiken. Yep. Dat is best donker. Weehoo, allemaal mad parts. Ja, maar dat is oorspronkelijk waarom we hier naartoe gingen, hè? Oh, ja, heb ik niet gelezen, eerlijk gezegd. Ik kan ook zeggen van, ja, ben ik al lang vergeten. Dat kan ook. was zo'n tijd geleden. Maar dat was het ook. Dat is zeker lang geleden. Ik zit even te kijken, want nu komen de captain en zijn mattie binnen. Mm-hmm. Je kan die broken meta parts dus blijkbaar ergens in een research center laten maken. Ja. Sluislag. Sla je slag en school. Zo. Ik heb de kimono uitgedaan, ja ja. Oh, maar ik dacht dat we die hele game mochten aanhouden. Ja, sorry, ik doe even een cheat erin hoor. Even consequent kimono aan. Precies. Gezondheid. Dank je. Nee, ik heb mijn anti-air even vervangen door iets wat me alleen maar kan supporten. Maar ja, dan is de kans dat ik raak ook wel veel hoger. Niks, ik weet niet, maar... Anti-air, je kan het. Nee. Gewoon, nee. Ik heb heel anti-air, veel vertrouwen... je kan het niet. Ik heb heel veel vertrouwen in anti-air, maar... Ik ben ook van mening van, je moet niet al te veel ervan verwachten. Nope. Did you forget what today is? You always catch Metabots weekly, right? Ja. Nou, dan moet ik hem even chargen. Kijken of Confusion wat doet. Nou, zo zie je maar. En dat is op zich wat geinig van deze game. De ene keer loop ik voor, dan de keer loop jij weer voor. Ja. En het is totaal niet omdat we tijd aan het verspillen zijn. Nee, het is gewoon de ene keer kan jij winnen en de andere keer kan ik winnen. Ja. Ik ben benieuwd, want ik denk dat ik in de lab de research... De lab is toch de research facility, denk ik, of niet? Ja. Ik ben benieuwd waar je die parts dan kan fixen. In het partshuisje. Ja, daar heb ik niks aan. Nee? Je weet toch wel wat het partshuisje is? Is links van het middelhuisje. En rechts van het middelbothuisje. En boven het templethuisje. Jij bent zo'n funny joker. Nee, ik ben een fun guy. Ja, ik ben een fun guy, ja. Enige nadeel met deze ding is dat ik nu ook geen mogelijkheid heb om iets meer damage te doen, maar ja. Very sad. Ja, yeah, mijn meta parts worden gefaked. Kaboom. Ik probeer maar iets. Fix die meta parts dan, bitch. Als ik terugkom, zijn ze dan gefixt of werkt dat niet in deze game? Nee, het is... Nee, het is niet zoals...
Zijn geen fossils, hè? Fossils, ja. Daar hoopte ik stiekem wel op. Nee. Oh, ik mag nog een medal uitkiezen volgens mij. Dat is mooi. Een Kappa medal is voor C-type. Ja, ik heb geen idee wat momenteel wat zometeen het gaat zijn, dus. Nee. We moeten maar wat doen. Mouse medal, nee. Mouse medal is al een generic support. Dit is Confuse Bitches. Die wil ik ja, ook. Ik had monkeys. Op zich wel geinig om te gebruiken hoor. Rabbit. Want soms kan de enemies en allies kapot maken. Hmm. Chameleon. Nou jongens. No. Hier is een chain reaction, meen je die? Ik heb nu al spijt dat ik gekozen heb voor alleen maar een scouts ding. Daar kan ik me wel voorstellen. Oh. Ik heb een spider gekregen. Een spider en een kappa. Ik heb voor de kappa gekozen overigens. Nice. Ik ga alleen kijken of ik kappa items heb. Mm-hmm. Wie weet. We zullen te zien op geen kappa-items. Kijken of ik spider-items heb. Oh, ik heb wel spider-items. Kom op. Maak tenminste even een paar onderdelen kapot. Anders heb ik soms weer verloren van Koji. Nee. Dat zou heel jammer zijn. Weer verloren van Koji. Tenminste, dat denk ik. Ja, Koji. Ik ga denk ik even wat andere. Ik ga even wat metapods in elkaar flansen. Wellicht dat het helpt. Nou, dat hoop ik inderdaad. Want het idee van deze is goed. Maar ik kan eigenlijk jou aanpassen. Ga je mij aanpassen? Nee. Even kijken, wat is wijsheid? Magische poeder is wijsheid. Dat is namelijk altijd wijsheid. Wat als ik dit doe? Als ik van hem nou een ding maak. Dus ik hou Rokusho hetzelfde. Van jou de anti ding. Misschien is die jij, misschien niet, ik weet niet. Je kunt altijd proberen. Ja, laat ik even zo, laat ik even nu heel eerlijk zijn. Ik wil graag wel, want zometeen is dit part. Zometeen beginnen we aan part 3 en dan is het zo van, nee, sorry Jordi, ik ben nog steeds de cave niet uit. Nee. Je kan het, ik geloof niet. Oh, ik hoop het ook, maar als ik zometeen met de coach even heen ben, want dan kan ik even dingen gaan experimenteren zometeen bij die Rubber Robo. Maar daar is er niks meer, dan kan je gewoon fatsoenlijk door en dan kan je naar, I don't know, een andere plek. Een andere plek. Geen grotten. Want dat zou op zich al mooi zijn. Maar ik heb nu even mijn anti-air even aangepast naar een slang. Voor virus, dus de poison damage. Misschien doet het iets. Je weet het niet. Kijk, en dan doet het misschien maar. Dan doet het al meer damage
dan anti-air. Maar dit is 30 damage. Echt. Ik ga eens even kijken in de shop. Ga dat even heel snel doen, want ik wil ook even weten wat we zo meteen nog uit kunnen krijgen. En ik wil graag een keer fatsoenlijkere parts. Full mouse. Ja, maar ik kon het wel krijgen. Is dit het enige? Full mouse kon wel krijgen en anti-air kon wel krijgen. Ja, nou, die zijn, dat is wat het nu is. Nog steeds niks anders? Nope. Wat een slechte winkel. Dat zou ik kunnen zeggen, ja. Nou, gaan we zo meteen naar een andere hub toe? Ja, ja, ja. Ik moet nu naar Marabout Island. Oké. Nou, misschien hebben ze daar iets betere crap, want ik zou het een beetje raar vinden als je geen betere dingen kan kopen. Want anti-air is heel goed, mouse is op zich redelijk, maar de echte goede onderdelen zou je dan niet echt kunnen krijgen in deze. En dat zou ik op zich raar vinden. Ik weet dat, volgens mij is dat Marabout Island, volgens mij is dat het pretpark. Nou, dat klinkt al aardig pretparkachtig, ja. Ja, alleen daar heb je dus één kutstukje. Dat is met van die spiegels. Ja. En dat is echt zo'n kutstuk. Milan, niet raar kijken als ik dit ga vragen. Maar is momenteel niet eigenlijk alles wat we doen zijn een beetje kutstuk? Ja, maar ik kan me niet zo heel veel meer van deze game herinneren. Maar nog wel dat stukje, dat ik dat zo kut vond. Weet je wat ik wel een beetje ook met deze game heb? Ik krijg een beetje Sun and Moon feelings van de hoeveelheid dat er tegen je gepraat wordt. Ja, dat vind ik nog niet zo heel erg. Maar het is niet zo van, oké, er is praat, je kan door. Nee, het is praat. Oh, sorry, je gaat dood praat. Sorry, je gaat dood praat. Dan ga je weer verder. Dan is het weer praat. Sun and Moon heeft inderdaad aardig wat gelul. Mm-hmm. Maar het ding wel met Sun and Moon is, er zit wel een flow in. Ja, dat is zeker waar. Kijk, als je mij nog steeds moet vragen wat is de beste gen, maar het gaat om flow, dat is nog steeds gen 1. Omdat je gewoon eentje? Nou ja, je bent zo... Gen 3 all the way. Ja, oké, gen 3 heeft ook goede punten. Mm-hmm. Maar ja, je bent ook nu gen 1 aan het spelen met ons. En daar merk ik ook gewoon van... Dus is er wel één moment in de game waarvan je denkt van, ja, maar nu kan ik echt niet door. Nee, nee. Maar dat heeft ook met ervaring te maken. Nee, klopt. Want maar je blijft wel doorgaan. Dat idee heb ik bij Gen 3 ook nooit. Nee, precies. Kijk, met Gen 2 kan je op zich soms wel hebben van, ja, maar ik wil nu surf. Ja, maar Morty zit in de weg. Ja, maar ik wil nou surf. Nee. Oh god, er is hier Sandstorm. Maar hier heb ik geen zin in. Dus ik moet een Sandstorm medal pakken. Goed om te weten, dankjewel. Nou ja, met de slang gaat het tenminste nu wel een stuk beter. Mooi zo. Ik ben nog steeds met Koji bezig ondertussen, maar... Er is progressie, soort van. Nou ja, ik kan zo meteen coachje gewoon weer verslaan zo meteen en daar gaat het om. Maar de game weigert mij chain reactions te geven. Want coachie's medabot heeft al een paar beurten lang 4, 8, 12, 4. Maar ik trigger maar geen chain reaction. Ja, je vraagt je toch af waar dat dan aan ligt? Ja, maar ik zou denken van oké, als er één ding al beschadigd is, dan gaat het goed. Of als jij een bepaalde vaardigheid gebruikt, dus anti-air tegen air dingen. Mm-hmm. Maar anders heb ik echt geen idee. Oh, dat is anti-air, dat is niet oké. Okay. Dat heeft wel damage. Maar ik ben wel onder de indruk van de slangenkop. Dat is mooi. Niet omdat het zo goed is, maar het brengt de success rate en de movement gewoon een flink stuk naar beneden. En dat is altijd wel plezant. Jawohl. Hier had ik een crit, toen verwachtte ik ook een chain reaction, maar helaas. Ja, zit er niet in.
helaas peanut butter. Het enige nadeel wel is, ik kan maar 6 keer met de snake de dingen doen en dan is een ding op. Oh ja. Maar ja, met 6 beurten heb je vaak nog 2 seconden over en voor de rest doe je dan toch niet zo heel veel meer, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Jee, ik heb de eerste gekilled. Nice. Dat is wel fijn als je een crit meteen op dat hoofd hebt. Het is sowieso fijn als je gewoon de eerste beurt meteen zijn hoofd raakt en gewoon killt. Ja, dat is heerlijk. Er is hier een shop. Mooi. Ik ga kijken. Oeh, er zijn zelfs 2 counters. De head, chin en de cobrada. Oh, de cobra kan je kopen. Ja, maar die wil ik niet, want die heb ik al bijna compleet. Oh. Nee. Maar dan is het wel zo van, oké, misschien is de cobra dan wel goed in het volgende stuk. Wat is een goede medal voor die cobra, weet jij dat? Snake. Oh, heet die letterlijk Snake? Snake. Oké, ik kan eigenlijk gaan safe staten. Dat is mooi. Snake heb ik. Maar dat is een beetje hetzelfde van, je hebt spiders. Waarschijnlijk krijg ik dan geen spider zometeen. Misschien krijg ik, I don't know. Maar die andere die je kan kopen, dat is volgens mij een spider, denk ik. Dat ga ik wel even checken voor... Voordat ik die ga kopen. Ja. Oh, meteen gaan chargen. Nee, dat is het. Kijk, dat is het goede werk. Meteen raken. Kom op, kom op. Zucht. Schuin. Oké. Mooi. Gewoon meteen. Milan, moet je horen, hè? Ja. Eerste move die hij doet is sacrifice, hè? Ja. Weg rechterarm. Weg been. Bijna weg hoofd. Ja. Wat een bullshit. Dus ik had zometeen gewoon weer opnieuw moeten beginnen tegen coachen als ik niet zou safe staten. Ja. Ik ben nog niet echt onder de indruk van de shop, als ik heel eerlijk ben. Nee, oké. Okay. Oh, fuck's sake. Is het zo moeilijk om die dingen te raken? Ja. Blijkbaar, want ze raken gewoon niet. En dit is al met een plus 1 scout, hè? Yep. Ja. Ja, kom maar, kom maar. Ja. Ik kan het. Sacrifice. 27, ja hoor. Daar gaat Rokushan. Het is zo... Ik ben heel blij dat je hebt gezegd van... Ja, Jordi, je mag safe staten. Tuurlijk mag dat, ja. Want dit is... Weet je, het moet leuk blijven. En dat is het al bijna niet, maar... Nou, ja, er zijn momenten dat je echt afvraagt van... Waarom? Waarvoor doe ik dit nog? Ja. Want begrijp niet verkeerd. Ik vind op sommige dingen van deze game vind ik hartstikke geinig. Maar met dingen zoals dit, dat hij met 1 move... letterlijk je hele ding kapot kan maken. Ja, dat slaat nergens op. Nou, dat vind ik prima. Als het endgame is. Niet als ik nog voor mijn gevoel nog steeds de eerste dungeon aan ben. Ja, precies. Want je kan het niet counteren. Ik kan bij wijze van spreken niet... zeggen van, oké, doe het op die. Of doe het op die andere. Nee, het is iedere keer letterlijk op Broken Show. En het is nu meteen eerste beurt weer. Oké, wat doe je? Oké, rechterarm ben ik kwijt. Oké. Linkerarm ben ik kwijt. Oké. Benen ben ik volledig kwijt. Oké, prima. Ook nog het hoofd? Nee, oké, het hoofd laat hij nog leven. Oké. Maar ik ben er echt aan het nadenken van, oké, wat is mijn tactiek dan nu? Oh, dit kan ik me nog herinneren, ja. Ja, dit kan me nog herinneren. Dan doe je mee als een soort toernooi. Ah. Oh, daar hier heb ik geluk mee. Dat andere ding, wil de sacrifice doen, maar letterlijk alle onderdelen van Rokushou zijn al bijna kapot. Ah. Dus er valt dan al niks meer te breken. Leuk. Ja, mag weer opnieuw.
Wat een zaak. Hij kreeg ook nog een crit. Zo van... Oh ja, nee, sorry, Rokuso heeft nog alleen maar zijn hoofd over. Oh, crit. dit is zo'n onzin. Maar we hebben het wel gezellig. Nou, ik vind het hartstikke gezellig dit, maar... Ik zit wel met sommige punten zo van... Waarom? De definitie van gestoordheid is om iedere keer hetzelfde te doen en hopen op andere resultaten. Nou ja, het komt wel in die buurt langzaam maar zeker, ja. Yep. Maar ik hoef maar één keer zijn arm kapot te maken in de arm die hij zou willen gebruiken. En dan gaat het op zich beter. Maar hij ontwijkt ook nog alles. Want... jij weet ook wel het systeem hoe het werkt. Hè? Van als jij wordt geraakt, kan je ook Metaforce krijgen. Ja, dat klopt. Ja, maar dan krijg je 1/4 meestal. Ja, maar je kan pas die Metaforce opbouwen of gebruiken als je het al hebt. Dus als jij denkt van, ja oké, maar van deze krijg ik zometeen 60. Ja. Dus ik heb dan genoeg om die Metaforce te doen. Nee, sorry, maar ja, je moet het hebben inderdaad. Ja, je hebt nog geen 60, dus jammer dan. Nee. En is dan ook weer die discussie die ik met jou had van... Metabee heeft gewoon zoveel geluk dat hij gewoon een missiles heeft. Mm-hmm. Maar ik ben letterlijk nu alles met Metaforce aan het doen en hij blijft maar focussen op mijn fucking ding. Ja. Yeah. Oké, arm. Andere arm. Neem je ook nog mijn hoofd mee? Ja, natuurlijk neem ik mijn hoofd ook nog mee. Opnieuw. Welkom bij aflevering 124 van Justice for Rokusho. Ja. Echt wel. Mm-hmm. Het is echt wel Justice for Rokusho. Oké, als deze zo meteen niet lukt, dan zet ik gewoon op auto. Misschien lukt dat. Weet niet. Wellicht. Ik heb een vraagje. Heeft er iemand gereageerd over het feit van die battle scenes? Nee. Nee, dat dacht ik wel. Ik highlight het dinsdag wel weer. Maar ja, ik heb sowieso beloofd dat ik de komende 10 afleveringen voor mij aanzet. Dan kan je zeggen van, ja, Jordi, maar jij loopt al voor. Ja, dus. Ik doe het dan alsnog. Mm-hmm. Ik kan ook zeggen, Milan, je kan de pleuris krijgen. Ik ben al voor, dus nee. Maar zo ben ik ook weer niet, dus... Nee, ja, weet je... Het is misschien ook maar eigenlijk een domme fout geweest... Maar het zit bij mij er gewoon niet in... Omdat ik gewoon altijd battlescenes onlaat... Behalve als ik een volledig speedknop doe. Nee, klopt. Kijk, ik heb het gedaan met Survivor Lock destijds. En dat heeft mij 3 gens gekost qua losses. Omdat ik het aan had staan en andere niet. En dan merk je wel van... Oké, het kan wel. Ja. Ja, maar dan had ik dus nog veel verder voor gestaan op hun, zeg maar. Nou, iedere fight is ongeveer 10 seconden als jij animaties aan hebt staan. Maar ik sta redelijk voor nu, toch? Je staat redelijk voor. Ja. Laat ik zo zeggen, jij had misschien net Koga kunnen doen, bij wijze van. Ja, het ding is, ik kan ze ook niet eens raken. Dat vind ik nog het allerergste. Ik kan ze niet eens raken. Ja, je zit echt gewoon naar iets te kijken elke keer waar niks gebeurt. Ja, precies. En nu kun je het iedere keer voor elkaar krijgen om een crit te doen met een chain reaction, waardoor ze me wel compleet kapot kunnen maken. Mm-hmm. Ja. Hij raakt een keer na 3 pogingen. Nee. Nou. En hoeveel damage denk je... 2 damage. Nou. 30, maar het is op de benen. Dus. 30. Ja, oké, ja. Maar ja, als ik maar één keer kan raken met de slang, dan gaat het al meteen een stuk goed, want dan is een evasion en al die dingen gaat dan naar beneden. Nou, dan gaan de andere arm.
En dat gaat bijna het hoofd, dus ik kan mijn derde metapod kan ik ook al gewoon wegdoen. Maar ja, ik raak tenminste nu wel, en dat is goed. En ik dat heb zijn been, ik heb een been kapot. Yay! Yay. Nou, nu hopen dat ik niet... Nee, gaat het hoofd, mag opnieuw. Oké, nou, ik had beloofd, ik zet hem op auto. Dus ja. Hij gaat mooi op auto. Misschien krijg ik er nieuwe inzichten van. En leidt het, weet het niet. Misschien leidt het tot nieuwe inspiratie. En kan het leiden tot nieuwe inzichten, waardoor deze game wel supergoed is. Nou... Toch even, iedere eerste 4 à 5 aanvallen mis je toch, dus... Want het ding is, als jij sneller bent en je kan zijn armen kapot maken, kan hij die sacrifice niet doen. Nee? Nee. Want het kost hem zijn arm, die sacrifice. Dat is waarschijnlijk waarom hij bij mij geen sacrifice deed. Mogelijk, omdat je misschien zijn arm al direct kapot had. Ja. En opnieuw. De bot van Erika, hè? Dat vrouwke, zeg maar. Die heeft een metaforce dat hij allemaal parts hield van het hele team. Ja, maar dan moet je die medal hebben, hè? Ook nog, oké. De metaforce is afhankelijk van de medal die je hebt, niet van de parts. Als dat het geweest was, dan was het een stuk beter geweest, maar ja. Dat is het jammer genoeg niet. Jij werkt bij de ANWB, hè? Kan je me even een goede tent aanbevelen? Voor in de grot? Ja, voor in de grot, ja, want ik ga hier niet weg. Ja. Want ik denk net dat ik hier nog wel blijf de komende 6 parts. Heel jammer. Maar ik ben net nu allemaal onderdelen zijn nu kapot. Het enige wat ik nog over heb is mijn hoofd. En als ik hem ook maar één keer kan raken met de Metaforce, dan zal het op zich wel een stuk beter gaan. Maar dat werkt niet. Want hij heeft me vaak al kapot voordat ik mijn Metaforce heb opgeladen. Of in het ergste geval. Ja, je hebt 60. Je kan je Metaforce gebruiken. Maar ja, je hebt pas 60 wanneer je parts zijn beschadigd. Oeps. Yep. Kom op, arm. Nee, niet zijn fucking been. Zijn arm. Toch zijn been. Ja. Nou. Berserk. Ja, wat ga je doen? Oh, je gaat missel doen. Oké, helemaal goed. Ben waarschijnlijk weer kapot, of niet? Ja. What the fuck. En dit heeft niet eens te maken met, Jody, je kan grinden of Jody, je kan het op deze manier doen. Nee. Dit is gewoon niks, dit is alleen puur van, nee, sorry, je kan niks, want we hebben de game zo gemaakt. Yeah. Dat de onderdelen die je hebt om dit te counteren niet kan krijgen meer in deze dungeon. Want het zijn C-dingen, dus je zou op zich met anti-C'en misschien nog kunnen verslaan. Ja, nee, ik heb geen anti-C-dingen gekregen, dus oeps. Zullen we deze aflevering beëindigen? Ja, lijkt me helemaal goed. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Doe allemaal in de comments. Hashtag Justice for Roku Show. En dan zie ik je de volgende keer weer. Adios, amigos.